Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 16 november. Gods woord is een goed medicijn. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Psalmen 107, vers 20. Hij zond zijn woord en genas hen, ontrukte hen aan het graf. Velen maken de vergissing om het geloof in genezing als vervanging te zien voor het daadwerkelijk innemen van Gods medicijn, zijn woord. Zij zeggen, ik geloof in genezing, zonder het woord te gebruiken of toe te passen. Hoeveel goeds kan een medicijn voor ons doen als we het niet innemen? Gods woord is zijn medicijn. Het werkt genezend, net zoals het gewone medicijn een geneesmiddel is. Met andere woorden, het geneesmiddel zelf bevat het vermogen om genezing te produceren. Evenzo bevat Gods woord de capaciteit, het leven, het vermogen en de aard om genezing te bewerkstelligen in je lichaam. Dus hoe neem je het in? Alleen wanneer Gods woord in je hart geworteld is en in je blijft, kan het in je lichaam genezing produceren. Met kennis alleen kom je er niet. De Bijbelversen moeten je verstand en hart doordrenken door overdenking, door ze te lezen, te horen, te overpeinzen en ze voortdurend door je gedachten te laten gaan, om genezing te produceren in je lichaam. En zodra het woord werkelijk je hart doordringt, kan het gezondheid brengen voor al het vlees. Laat het woord van God vandaag diep in je hart wortelen. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, ik kies er vandaag voor om uw genezende woord te overdenken. Met uw woord diep in mijn hart weet ik dat uw genezing mijn lichaam zal vervullen. In Jezus' naam, amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.